Hey Bart. Hey Guido. Moest mij nog even iets totaal ongerelateerds van het hart. Oké. Dat is altijd goed. Ja. Het klinkt alsof je het uit gaat maken. Ik werk dus in een team met wat internationale... gaat uitmaken. Nee. In een team met wat internationale mensen. Ik ben de enige Nederlander. En ik dacht, nou, weet je, grappig. Rondom oud en nieuw. Ik zeg, de laatste stand-up die we hadden van het jaar. Aan het eind. Ik denk, ik doe even een typisch liedje. Wat rondom het oud en nieuw wordt gespeeld. Oké. Okay. Misschien worden we nu van YouTube gekikt. Dat zou zomaar kunnen. Het zegt mij niks, dit liedje. Nou ja, je gaat hem denken. Ik hoop dat je hem wel gaat herkennen, misschien. Anders ligt het echt aan mij. Geen idee. Ik denk dat je hem zo wel gaat herkennen. We zijn allebei millennials, maar we zitten wel allebei aan de uiteindes. Dit is voor ons beide te oud, Bart. Oké. Okay. Maar meestal wordt het, als de klok 12 uur slaat, nieuwjaar, op heel veel feestjes, wordt volgens mij dit gespeeld. Oh, ja. Nu herken je me. Nu herken je. Ja, zeker. Wat bleek, ik speelde dat. Ik zei het op de laatste meeting, volgens mij deed ik het op de eerste meeting van het nieuwe jaar. Maakt niet zo uit. Maar ik speelde dat voor mijn internationale collega's. Niemand kende dit liedje. Oké. Okay. Ook niet mijn collega's uit de Zweden. Okay. En ABBA komt volgens mij uit Zweden. Behoorlijk. Ja. Nou ja, dat moest mij van even van hart. Ik denk, hè? Dat is toch... Ik dacht dat is een internationaal ding. ABBA, Happy New Year. Okay. Is het nummer dat je speelt als het nieuwjaar is. Nou, dat was niet zo. Oké. Okay. Ja, blijkt maar weer dat je toch al dit soort ideeën wel even moet valideren. Aannames. Heb je toen gewoon Celebration ingegooid of zo? Nee. Ja, dan nee, weet je dat. Ik had alleen deze klaargezet, dus helaas. Ja, ik heb nog wel meer effectjes, maar ik weet niet of je daar blij van wordt. Een typisch oud en nieuw ding, ja. Nee, helaas. Ja, of... Dat is een Mario... Jij was van gamen, toch? Ja, precies. Okay, Ja, wat zullen we eens gaan doen? Nou... In elk geval dat als het goed is, hopelijk Carla aanschuift ergens vandaag. Die had ik uitgenodigd en die had gereageerd. Ja. Ik ben net binnen. Mocht je kijken en denken van, hey, we zouden om 2 uur toch Chris Burggraven krijgen? Ja. Dat klopt, dat dachten we. Daar dacht Chris anders over. Die hebben we nog niet gezien. Misschien komt die later nog. Dus de volgende op het programma is om 3 uur Markteffect. Ja. Edgar de Beulen en Joris Schellekens. En als je het nog niet gezien had, een grote sponsor van het evenement. Dus dat is altijd mooi. Ja, die betalen voor ons. Ja. Of voor deze mooie stand. Aan wie gaan wij degene vragen die wij morgen nog willen uitnodigen, die nog niet op de lijst staan? Dat vond ik een hele ingewikkelde vraag. Er zijn nog sprekers morgen die we nog niet in het café hebben uitgenodigd. Ah, zo, ja. En wel graag willen hebben. Laten wij zo een lijstje gaan maken. Ja. Mochten de mensen kijken, luisteren en je ziet voor mensen morgen op het schema staan. Denk van, hey, die wil ik wel in de podcast horen. Laat het ons vooral weten. Ja, dan gaan we het even aan de organisatie doorgeven. En dan, dan komt het wel goed. Hopelijk. Of we gaan ze zelf spammen op LinkedIn. Ja, dat kan ook. Maar dan op een normale manier. Het is niet dat het CRO-café spammen en door. Nee, precies. Op GDPR-proof, AVG-proof spammen. Dat. Ik weet niet, Guido, of jij misschien aan onze doldwaze luisteraars wil vertellen waar jij mee bezig bent de laatste tijd bij Vaimo. Ja hoor. Vaimo, ik zei het goed. Ja, wat heb je het over? Meestal zeg ik Vimeo. Oh, dat is wat anders. Ja, Vaimo. De videoservice, Vimeo. Ja. Nee. Nou ja, dat is wel... daarmee doel je denk ik op het verhaaltje wat ik jou net verteld heb. Als je dat wil vertellen, dan zou ik dat doen. Ja, en anders moet je iets anders waar je mee bezig bent vertellen. Ik heb de laatste, volgens mij, was het vorige week of die week ervoor, de podcast live gezet met André Morris van Conversions Craft. En een van de dingen waar wij het over gehad hebben, is zijn cursus op cxl.com. En die cursus gaat over heuristic analysis. En bij Vaimo hebben we ook zoiets.
En heuristic analysis. André heeft een heel leuk framework bij bedacht. Dat is eigenlijk een inspiratie voor ons om onze eigen heuristieke analyse vragenlijst te verbeteren. Dat wil eigenlijk zeggen, nou ja, meestal begin je niet bij een klant dat je een retainer hebt van 1000 euro's per maand van succes, gaan we optimaliseren. Dit is een soort opstapje voor de partijen die daar niet zo mee bekend zijn met dat datagedreven bezig zijn. Wat deze heuristieke analyse doet, het is een checklist van ruim 120 vragen. En we kijken naar je website. En al die vragen die zijn gebaseerd op onderzoek. Dus dat is niet van, vind ik dat jouw productpagina er mooi uitziet? Ja of nee? Denk ik dat dit goed scoort bij jouw doelgroep? Ja of nee? Dat denken proberen we er een beetje uit te halen. Dus het is geen expert review. Maar echt een heuristieke analyse op basis van allemaal voorgaand onderzoek. En dat onderzoek dat halen we onder andere uit BMART. BMART Research. Denk aan de Norman Nielsen Group. Denk aan ook CXL, wat daarop gepubliceerd wordt. Daar worden allemaal dingen gepubliceerd over gedragsverandering en hoe dat werkt. In Vimo's geval specifiek relevant voor e-commerce. Dat hebben we allemaal in een lijst gezet, wat leuk gecategoriseerd. En dat zijn we mede geïnspireerd door die cursus die ik dus gevolgd heb op CXL met André. Verder gaan optimaliseren, verbeteren, automatiseren. Zodat wij meer van onze klanten daarmee kunnen bedienen op een makkelijkere manier. En dus op basis van extern research, en dat is nog altijd een beetje, we hebben ook wel met Ton van den Berg een aflevering over gehad over de piramide, zeg maar, van de Pyramid of Evidence. En waarop, je wil natuurlijk liefst zo hoog mogelijk op de piramide zitten. Helemaal bovenin zitten herhaalde AB-testen, zeg maar, repetitive controlled trials. Dat is niet de goede afkorting volgens mij. Maar je begrijpt wat ik bedoel. Meerdere AB-testen waarmee je hypothese valideert, staat helemaal bovenin. Expert reviews staat ergens helemaal onderin. Nou ja, en als je naar boven schuift, ga je van heuristieke analyses naar user research. Maar meestal wordt een heuristieke analyse en een expert review min of meer op hetzelfde geschaald? Ja, dat kan. Het ligt er een beetje aan hoe je die expert review invult, zeg maar. Ja. Ik zie dit als een goed onderbouwde expert review. Ja. Het is nog steeds externe data. Er zit minimale hoeveelheid data die je van de website zelf gebruikt. Als het dan een klant voor ons is, dan kunnen we wel gebruik maken van Google Analytics data. Dus dat soort data halen we daar dan wel bij. Maar het meeste is gebaseerd op extern onderzoek. En op basis daarvan doe je dat. En daarom staat het ook laag op de piramide. Ja. Omdat het allemaal extern is. Dus je weet nog niet of het echt voor jou van toepassing is. Dat zou je dan moeten valideren met bijvoorbeeld een AB-test. Ja. Of je eigen user research. Maar het is denk ik een goed begin. En beter dan een expert review kun je ook invullen. Nou, wat ik net zei van, ik vind dit een mooie website. Dat je gewoon even door de website heen klikt. Ja, ik vind het wel goed. Ik vind dit slecht. Ik zou dit doen. Ik zou dat doen. Zonder daar enige onderbouwing voor te hebben. En dan is een expert review eigenlijk niet zo heel veel waard. Ja. En dit expert review, hoe ik het zie, is dat het een goede start zou zijn voor je optimalisatieprogramma. Dus wederom, ook hier zou ik niet zeggen van, ga dit allemaal doorvoeren. Maar ziet het als een startpunt van, Om misschien in elk geval te zien waar de prioriteiten liggen. Ja, wat we bijvoorbeeld wel doen, wat ik net zeg, we proberen Google Analytics er ook bij te halen. In de heuristic analysis. Dus in dat schema kunnen we ook waardes invullen vanuit Google Analytics, wat voor jou van toepassing is. Heel simpel voorbeeldje. We kijken zowel naar desktop als mobiel gebruik. Wat voor heel veel websites natuurlijk een hele verschillende ervaring is. In ieder geval voor gebruikservaring is vrij verschillend vaak. Dus daar kan nog wel een groot verschil in zitten. Maar er zit ook per website weer een heel groot verschil in hoeveel daadwerkelijke gebruikers je hebt op mobiel en versus desktop. Of hoeveel orders je hebt. Dus dat nemen we mee in de analyse. Dus heb je heel veel mobiele bezoekers, maar is die ervaring daar heel slecht? Dan telt dat zwaarder dan wanneer de ervaring slecht is, maar je hebt toch maar 2% bezoekers überhaupt van mobiel. Ja, dan is dat voor jou waarschijnlijk op dat moment niet de hoogste prioriteit. Ja. Dus dat proberen we daarin mee te brengen. En dat belooft, want kijk, iedereen die dit natuurlijk nu luistert vanuit CRO Café denkt, ja, dat klinkt goed. Ja. Hoe komen we eraan? waar is die lijst? Niet, ja, hij is niet open source of publiek helaas. Nee, daarvoor moet je echt bij Vimo terecht. Daarvoor moet je bij Vimo terecht.
Stuur een berichtje naar Guido. Nou, G-U-I-D-O, @fimo.com. Kan ik je er meer over vertellen als je daar meer over wil weten. Maar nee, dat is inderdaad helemaal ontwikkeld in tijd van Fimo. Dus dat is van me. Ja. Cool. En daarmee proberen we dus... nou ja, daar heb ik ook wel verschillende podcastonderwerpen bezig gehad. Hoe begin je nu met het verkopen van AB-testen? Dit is dus een makkelijk startdingetje wat we aan veel klanten makkelijk kunnen verkopen. Er gaan nogal wat uren in zitten om dat neer te zetten. Maar je hebt er weinig input van de klant van nodig. Dat scheelt. Ja. Dat maakt het vaak weer een stukje sneller. Makkelijker. En daarnaast is het heel erg laagdrempelig. Wat ik al zeg, het staat laag op de piramide. Maar wel iets hoger dan mijn collega's vinden het een goede website of juist niet. En je kan het is een goede start voor je optimalisatieprogramma en om verder mee te praten. Ja, ja. Een goed startpunt. En dat is natuurlijk in feite het algemeen het enige waar een expert review of een goede expert review voor hoort te dienen. Het is zeker geen eindpunt. Nee. Cool. Goed. Hey, laten we volgens mij onze gasten gaan er zo aankomen. Over 5 minuutjes hebben wij van Markteffect. Hebben wij Edgar de Beulen, de CEO, en Joris Gellekens, algemeen directeur. Nou, mijn eerste vraag is even, wat doet wie? En, er zit soms wel eens wat overlap in. Ja, want ze hebben natuurlijk geen praatje. Ze hebben geen praatje op het event. Ja, ik weet niet of dat denigerend is, praatje, maar dat is toch een beetje het woord waar ik snel op terugval. Ze hebben geen specifiek praatje, dus ik ben benieuwd waar ze het over willen hebben. Ja. Ze geven namelijk wel een aantal masterclasses. Ja. Nou ja, we hebben ze al eerder gesproken natuurlijk op Digital Analytics Congress in oktober, november, ik vergeet het. Ja. Was het oktober, toch? En toen hebben we natuurlijk vooral gehad over wat ze doen en ook de snelle groei die ze hebben meegemaakt. Ja. En nu geven ze een masterclass over generatie Z, dus ik denk dat wij het over generatie Z gaan hebben. Dat denk ik ook, ja. En dat zijn wij niet meer. Zijn we net achtergekomen. Ja, precies. Dus dan gaan we kijken, creëer een complete strategie om generatie Z aan jouw merk te binden. Yes. Tot zo.